Schitterende tijd om op te groeien in een knusse artistieke monarchie. Waar de kunsten als nog nooit tevoren bloeien, zelfs op bankbiljetten vind je poëzie. En voor elke gevelwand met een spuitbus in de hand zie je jonge schilders Rembrandt overtreffen. En des avonds brengt de buis alle muzen bij je thuis, louter met het doel kunstzinnig te verheffen. Dus ik denk wel eens vervuld van dankbaarheid, wat een prachtig mooie televisietijd. Allemaal gelogen, allemaal playback. Iets te domme hoofden op een iets te dikke nek. Zulke bossenbrand houdt in de plaats van heilig vuur. Koning onbenul als steunpilaar van de cultuur. Willen we dat echt? Moeten we dat echt? Wordt het niet de hoogste tijd dat iemand even zegt: laten we nou eerlijk zijn, eindelijk eens eerlijk zijn. Vindt u nou dat wij dat echt verdienen? Al die Veronique's en TV-tienen. Mag het voor de variatie eens wat anders zijn? Of wordt 13 straks de norm voor een dozijn? Of wordt 13 straks de norm voor een dozijn? Wat een schitterende tijd om rond te lopen in een land waar iedereen er goed van leeft. Waar de meesten bijna alles kunnen kopen en een enkeling al bijna alles heeft. En dat alles duurt nooit lang, want we blijven aan de gang. Dagelijks worden nieuwe dingen uitgevonden, waar alweer naar wordt gesnakt, allemaal prachtiger verpakt. Ja, dat laatste is soms wel een beetje zonde, maar toch denk ik dikwijls met een dikke krop. Wat een weelde en het kan nog steeds niet op. Allemaal gelogen, allemaal bedacht door een juk met commerciële overtuigingskracht. Hersens collectief op nul en consumeren maar. En vooral die auto en bij voorkeur ieder jaar. Willen we dat aan? Moeten we dat aan? Wordt het niet eens tijd dat iemand op de rem gaat staan? Laten we nou eerlijk zijn. Eindelijk eens eerlijk zijn, lukt het nog om anders te gaan leven? Iets van al die luxe op te geven. Wanneer doen we met z'n allen nou het water bij de wijn? Of is alles op als wij er niet meer zijn? Of is alles op als wij er niet meer zijn? Wat een schitterende tijd om mee te leven met een wereld die de goede kant op stuurt. Want het paradijs klinkt nog wat overdreven, maar toch komen wij al aardig in de buurt. Met probleempjes weliswaar, beetje honger hier en daar. En ook dreigt het soms een tikkie vol te worden. Gaat de luchtvervuiling door, wordt de zee behoorlijk goor. Maar niet zeuren, dat komt allemaal in orde. Dus soms denk ik door ontroering overmand. Wat hebben wij het prachtig in de hand. Allemaal gelogen, allemaal niet waar. Niemand laat zich manen en toch is het zonneklaar. Stilaan wordt de wereld een gigantisch vuilnisvat. En voor wie dat zien wil is er ook nog oorlog zat. Willen we dat nou? Moeten we dat nou? Wordt het niet de tijd dat iemand zomaar zeggen zou? Laten we nou eerlijk zijn. Eindelijk eens eerlijk zijn. Gaan we door met horen, zien en zwijgen. Nu door dikke donderwolken dreigen. Lukt het nog om voor het noodweer onderdak te zijn? Of gaat alles naar de bliksem op termijn? Of gaat alles naar de bliksem op termijn? Of gaat alles naar de bliksem op termijn?